eerste keer dat wij daar moesten gaan scheppen, werden twee mannen zwaar mishandeld, echt mishandeld. Die mensen heb ik zo zien aftuigen. Hè. Ja, ik heb later wel meer gezien. Ik heb ze zien ophangen, doodschieten, ik heb van alles gezien. Maar dat trof me zo dat deze twee mannen zeiden, we doen het niet en riskeerden de dood. En ik heb ze ook niet meer gezien. Hè. Te trillen, want het is een gigant, hè? Alleen die er gebeurt. De boot helemaal branden. Gevangenen die wilden boven komen, werden neergeschoten. Vliegtuigen bleven met metrodeur schieten. Dan word je paniekerig. Dan denk ik, ik wil niet verbranden. Ik ga de zee in. Dus ik loop naar de reling. Ik kijk naar beneden. Ik denk, Wim, niet duiken. Je komt niet boven. En dan hangt het touw. Een touw. Dus ik moet goed uit. Niet denken, wat ga ik doen in de zee? Ik meteen naar beneden. Kom in het koude water. Voel niet eens dat het zo koud was. Omdat het zo'n strenge winter was geweest. Drijf 8 meter van me vandaan. Een rubberfletje. Niemand erop. Ik heb geprobeerd alle ellende uit mijn geest te gooien. Ik denk, dat is gebeurd. Daar moet je niet mee leven. Als je altijd maar aan die ellende gaat denken, dan gaat je vreugde uit het leven weg. Dat moet ik niet doen.